Welkom bij het TV West Weekoverzicht. In deze uitzending onder andere een reportage over de uitspraak in het hoger beroep van Mitch Henriquez. Na afloop zijn zijn nabestaanden hevig teleurgesteld. Wie iemand doodslaat voor niks, die krijgt de grote straf van God. En dit weekend wordt de tweede nationale toplessdag georganiseerd op het strand van Noordwijk. Ja, wij vinden dat blote borsten bij Nederland horen. Zo'n 20, 30 jaar geleden zag je niet anders. En de haven van Scheveningen stroomt vol met mooie historische schepen en vele enthousiaste liefhebbers tijdens Sail op Scheveningen. Het gebeurt niet vaak, dus dan moet ik er ook bij zijn ook. Een enorme brand in Berkel en Roderijs. Het vuur ontstaat in een meubelmakerij en slaat al snel over naar een naastgelegen kringloopwinkel. Bewoners van enkele huizen op het terrein waren thuis toen het vuur ontstond. Het brandalarm ging af en toen ging ik kijken en toen liepen een hoop mensen beneden zigzag door elkaar. Dus ik dacht, nou is het wel serieus. Er is wel eens meer brandalarm, maar dan is het vals alarm. En toen liep ik terug naar mijn balkon en toen zag ik de vlammen en zwarte rook heel hoog eruit komen. Hoe geschrokken bent u? Heel erg. Je ziet het niet, maar ik ben wel heel erg geschrokken. En toen kwam u erachter? Nou, ik lag buiten op het terras. En toen kwam zij naar buiten roepen van Jezus, nou ja, naar buiten. Ik heb gelukkig mijn beesten nog kunnen redden. En ja, nou mag je nergens meer naartoe. Je kunt je huis niet meer in? Nee. De brand gaat gepaard met grote, dikke rookwolken die in de wijde omtrek te zien zijn. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond waarschuwt mensen die in de rook zitten via een NL-alert. En zoals bij elke brand melden we altijd alle roken schadelijk. En dat is ook de reden dat we een NL-alert verstuurd hebben naar de mensen in de omgeving. Ja. Maar tot in verder in de omgeving, hè? Ja, zelfs tot in Zoetermeer. We kregen berichten dat ook daar zo de rook merkbaar was. En vandaar dat we ervoor gekozen hebben om een tweede NL-alert te versturen. Waarbij ook de mensen in Zoetermeer de mededeling kregen. Blijf uit de rook, sluit de ramen en deuren. Als je last hebt van de rook, schakel mechanische ventilatie uit. En blijf uit de rook. Om het vuur te blussen worden niet alleen hoogwerkers van de brandweer ingezet. Ook komt een speciale schuimbluswagen van Rotterdam Die Heek Airport ter plaatse. Deze kan in korte tijd een enorme hoeveelheid schuim produceren om de brand te blussen. Nou ja, ik hou eigenlijk al heel mijn leven van zingen. Ik heb ooit op de middelbare school een 9 gehad voor zingen, dus het zit me wel een beetje in het bloed, zullen we maar zeggen. Ik kan niet slapen en rol van zij naar zij. Elias van Hees van de Haagse groep De Mos wil volkszanger worden en heeft nu zelf zijn eigen single uitgebracht, Het Meisje van de Bakker. Het nummer is opgenomen in de studio van medegroep De Mos raadslid Jelle Meines. Dat talent dat spat er vanaf, hè, van die jongen. Hij is niet alleen in de politiek heel bedreven, maar hij kan ook nog eens gewoon heel goed zingen. Want het meisje van de bakker is ochtends heel vroeg wakker. Kijk, ik ben gewoon gelukkig getrouwd, hoor. Maar het is een heel leuk liedje. Het is vrolijk, het is zomers, het is feestelijk. En dat op zich past het gewoon bij mij. Je moet het zo zien, Elias is mijn mentor. Die zit natuurlijk veel langer in de politiek dan ik. En ik moet nog een heleboel leren. En gelukkig helpt Elias mij daarbij. Nou, er zijn wel personen die, of ze met een papegaai thuis, maar die zijn zo vaak hetzelfde. Ze zeggen gewoon ja of nee of zo, weet je wel. Ik denk, waarvoor moet je daar 3 uur hetzelfde zeggen? Elias van Hees helpt Jelle Meines dus en andersom. Het idee voor Het Meisje van de Bakker single is ontstaan in een muziekstudio, waar de twee een paar uur over politiek hebben zitten praten. Maar ja, dan kom je automatisch ook op muziek terecht. En van het een kwam het ander. En we hebben hier wel eens een keer dat het tot een uurtje 5, 6 s'nachts dat we aan het karaoken waren met z'n tweeën. En dan ontstaan de leukste ideeën. Zoals het opnemen van een single. Als ik haar dan zie lopen. Als je moest kiezen, politiek of zanger, de rest van je leven? Nou, ik ben realistisch genoeg om te zien dat ik geen keuze hoef te maken momenteel. Nou ja, mocht dat dan ooit aan de orde zijn, dan denk ik dat zingen wel meer betaalt. Want het meisje van de bakker, die komt elk moment eraan. Top! Zondag wordt in Noordwijk de Nationale Toplessdag georganiseerd. Want er wordt steeds minder blootgezond. Blijkt ook op deze zonnige dag. We zijn nog best wel jong en er zijn toch wel veel bekenden die hier rondlopen. En dan voel je toch wel een beetje niet zo op je gemak als je naakt aan het zonnen bent.
Nou, weet ik tenminste zeker dat ik niet bekeken word. Alleen toen ik 70 werd, ben ik ermee gestopt. Ik dacht, nou ja, past niet meer bij mijn leeftijd. Ik voel me er niet fijn bij. En dan zie je van die oude lijken liggen met hangtieten. Nee. Ik denk, waarom zou je? Een enkeling ligt nog zonder bovenstukje. Ja, ik vind het wel een beetje jammer, want je wordt een beetje een eenling zo. Iedereen zit tot zijn nek toe bijna aangekleed. En ik vind dat echt, dat ik denk van waar komt die preutsheid ineens vandaan? Een aantal jaren geleden was dat nog niet. Ook de organisatie die zich sterk maakt voor naaktrecreatie vindt het jammer. Ja, wij vinden dat blote borsten bij Nederland horen. Zo'n 20, 30 jaar geleden zag je niet anders. Maar met preutsheid heeft het niet te maken. Nou, volgens mij niet, want als je kijkt naar de sauna's zie je dat dat booming business is. En daar zit je toch ook echt bloot. Maar wat is dan wel de reden dat we tegenwoordig niet meer massaal met blote borsten op het strand zitten? Ik denk dat het van de jonge mensen toch ook een bepaalde schaamte is. Niet vrij kunnen, hè? Kunnen hebben, bloot kunnen geven, ja. Ik vind ook meer dat de laatste jaren is er ook meer een soort ideaalbeeld gekomen van een perfect lichaam. En dat was er vroeger volgens mij ook minder. Dus misschien dat ook daarom dat jongeren nu minder doen, denk ik. Maar er spelen ook andere dingen mee. Sowieso door de komst van social media en de smartphones. Maar ook omdat we de echte borsten niet meer op televisie zien of op social media. En dat toch heel veel vrouwen denken van, goh, zo zie ik er niet uit. Dus laat ik ze maar bedekken. Om bloot weer gewoon te laten worden, wordt daarom de tweede Nationale Toplessdag georganiseerd. Ik denk als we het allemaal wel weer zouden doen, dat het dan wat vrijer zou zijn. Dan komt het vanzelf terug, denk ik. Ongelooflijk, net haast een kerk met die prachtige bogen. Ongelooflijk zeg. En schitterend ook. Hoe lang heeft u het nu niet gezien? Nou, een jaar of 4, 5 denk ik wel zoiets. Dag Lydia, goh, fantastisch. Hele plattegrond van Leiden daar. Kan je goed zien wat een rare vorm de stad heeft, maar fantastisch zeg. De hoogbejaarde Bob en Joke Lodder hebben een nauwe band met Museum de Lakenhal in Leiden. En nu mogen ze het vernieuwde museum als eerste bekijken. Mooi geworden zeg. Fantastisch gewoon. Ongelooflijk. Dit is zo bijzonder. Bob en Joke zijn al heel erg lang vriend van het museum. En ze zijn ook jarenlang vrijwilliger geweest bij ons achter de balie. En echte fans. En we zijn heel erg op ze gesteld. Heel schitterend. Heel schitterend. Ja, al die beroepen die erin. Je kunt natuurlijk even gaan zitten, dan kun je ze moeilijk allemaal van dichtbij zien. Als je naar het museum kon, nou dat was prachtig. En als vrijwilliger hier waren, dan kon je toch altijd wel een moment dat het even wat rustiger was, kon je zelf ook nog weer eens wat goed gaan bekijken. En waar ging u dan het liefst naartoe? Naar een aantal van de topstukken. De stijlperiode is heel boeiend. Ook al hun zilverwerk, glaswerk, interieurringen, heel erg de moeite waard. Oh, wat is die koepel mooi geworden, zeg, moet je zien. Goh, doet gewoon denken aan een Egyptisch hotel. Houden we er even tegenaan nu de komende jaren? Dat denk ik wel. We zijn enthousiaste medewerkers en ze houden goed de band met het verleden en ze zijn ook open voor nieuwe dingen. Dus ik denk dat ze wel een tijdje voort kunnen met betrokkenheid van alle mensen die hier werken. Ja. In de tuin van GGZ Joris in Delft spelen medewerkers het toneelstuk As You Like It van Shakespeare. Het stuk gaat over een groep rondtrekkende acteurs die in een bos belanden. Dit lijkt me een wonderschone plek om de nacht door te brengen. We betrappen ze erop dat ze hier net aankomen, godzijdank, en gaan hier bivakeren. En het stuk wat ze de volgende dag gaan spelen, dat gaan ze repeteren, want dat heeft een tijd gelegen, zoals dat heet. Dus je ziet dat ze en bivakeren en hun vrije tijd hebben en tegelijkertijd het stuk aan het repeteren zijn. Hemels! Dit historische park is het decor. En dan zijn er een paar requisieten gemaakt in de eigen ateliers van GGZ Delftland.
De acteur en het verhaal doen de rest. En natuurlijk de elementen. Ik vind het repeteren tot nu toe echt heel lekker. Ik bedoel, de wind waait in je gezicht. En omdat we inderdaad een band spelen die in een bos terecht gaat komen. Het stuk speelt zich ook deels af in een bos. Het voegt heel veel toe. Het is ingewikkelder, want je hebt de vaste techniek die je in het theater hebt, heb je niet. In het theater regent het ook niet of stormt het ook niet. Dus dat is wat tegen zit en wat mee zit, is dat je een decor hebt wat je gratis hebt. En dat je in die ruimte kunt spelen. Het geeft een extra dimensie aan de voorstelling. En dan is er ook nog de muziek die het stuk afmaakt. Ik heb me dit keer eerder dan meer dan de eerdere twee jaar. Heb ik me wel laten inspireren door de folkmuziek in het bos. Ik kan me voorstellen dat zo'n bende die door het bos trekt. Inderdaad trommeltjes had, fluitjes had en stem. Ik vond het wel leuk om dat hier eens te laten klinken. As You Like It is te zien in de tuin van GGZ Joris in Delft. En wordt 6 keer gespeeld. Weer of geen weer. We hebben een mooie overdekte tribune. En eigenlijk willen we samen met het GGZ dit een aantal jaren doorzetten. Zodat het een gewoonte wordt dat men denkt van, hé, vaste prik, een voorstelling. 4 jaar na de dood van Mitch Henriquez verlaat de familie gedesillusioneerd de rechtbank. Het Hof heeft uitspraak gedaan in het hoger beroep. De straf van God kwam wel voor de agenten. Dat zeg ik van mijn hart. Wie iemand doodslaat voor niks, die krijgt de grote straf van God. Mitch Henriquez wordt opgepakt omdat hij tijdens Parkpop in het Haagse Zuiderpark roept dat hij een wapen heeft. Hij wordt geslagen, krijgt pepperspray in zijn gezicht en een agent legt een nekklem aan. Henriquez overleeft het niet. 2 agenten, DH01 en DH02, worden vervolgd. Volgens het Hof heeft DH02 gepast geweld gebruikt. Dat geldt niet voor de nekklem die DH01 aanlegt. En het Hof concludeert dan ook dat het overlijden van Henriquez met een aanzienlijke mate van waarschijnlijkheid door het handelen van DH01 is veroorzaakt. Het Hof spreekt DH02 vrij en legt DH01 een voorwaardelijke celstraf op. Geen beroepsverbod, zoals het OM eiste. Voorts houdt het Hof er bij het bepalen van de straf rekening mee dat het de verdachte zwaar valt, dat hij zich publiekelijk moet verantwoorden, dat hij en zijn gezin na het feit serieus zijn bedreigd en dat zijn geestelijke gezondheid leidt onder de zaak. Bovendien heeft de verdachte 4 jaar lang in onzekerheid geleefd over de afdoening van deze zaak. En juist dat beroepsverbod was een wens van de familie. Mensen gaan bang worden voor de politie en weet je, het brengt geen goede gevoel naar de politie toe qua maatschappij. En de agenten liegen. Ik weet niet waarom ze moeten liegen. Zeg de waarheid, wat hebben jullie gedaan? Het is geen goede uitspraak in ieder geval. Het is niet eerlijk. Misschien is het beter dat onder deze zaak een streep gezet kan worden. Juridisch gesproken dan, want het leed blijft. Ja, goedemorgen allemaal. Margreet van Driel, wethouder schuldhulpverlening werk en inkomen. En we zijn hier vanwege de campagne Regel je shit. We hebben echt gezocht naar een mogelijkheid om mensen die dus 18 jaar worden, dat ze niet alleen aan een feestje denken, maar ook denken aan wat ze moeten gaan doen. En net bij de jongeren zeiden ze, ja, we gaan naar de disco, we mogen alcohol gaan gebruiken. Maar je moet ook een paar andere dingen regelen. Dus we hebben gezegd, regel je shit ook. Zorg dat je je spullen en je zaken goed op orde hebt. En die shit heeft de gemeente Zoetermeer in de vorm van een checklist op een rij gezet. Heb jij je shit geregeld? Ik denk het wel, ja. Ja, ik heb, ik weet niet. Ik heb gelukkig mijn shit geregeld. Ik heb wat hulp gehad van mijn ouders, dus ik heb alles op orde. Sommige jongeren die weten gewoon niet waar ze moeten beginnen. Omdat het best zoveel is wat ze moeten regelen als ze 18 worden. Dan kunnen ze samen met die checklist naar ons toe komen. En dan kunnen ze vragen stellen van, ja, hoe moet ik dit nou regelen? Weet die gedeelte heb ik al. En ik heb 2 banen. Alleen op school. Als ze bijna 18 zijn, krijgen ze een brief van de gemeente Zoetermeer. Krijgen ze die checklist erbij en zeggen we, joh, zorg nou dat je dit minimaal hebt gedaan. Dan heb je een goede start voor dat je 18 bent en eigenlijk zelfstandig bent. Maar wil je eigenlijk niet gewoon onbezorgd zeg maar je 18e jaar ingaan? Ja, precies, daarom lijkt het me handig dat je al je shit op orde hebt. Gaat ie al? No. Het is de nachtmerrie van elke museumdirecteur. Het omvallen van een sculptuur. Want je moet er niet aan denken dat een beeld beschadigd raakt. You don't trust it?
Nou, die beelden die wegen dus een paar duizend kilo, dus die zijn verschrikkelijk zwaar. En op het moment dat je die op de rand zet, dan beschadig je zo'n beeld al. Daarbij wil je die beelden meteen goed neerzetten. Dus die, dat is een zorgvuldig karwei, daar nemen we alle tijd voor en dan staat die ook meteen goed. Ze zijn natuurlijk wel wat gewend bij museumbeelden aan zee. Maar de sculpturen van Jean Plensa zijn toch van geheel andere orde. We hebben vaak in tentoonstellingen hebben we zeg maar één of twee grote werken waar je wat meer over moet nadenken. Maar dit werk, allemaal van Plensa, dit is echt elk werk vraagt zeg maar heel veel uitzoekwerk, regelwerk en heel veel techniek komt erbij kijken. Zal ik één kant nemen? Wil je nog een beetje draaien? Nou ja, dat die opening naar jou toe komt. Nou ja, het ergste wat er kan gebeuren is dat het beeld gewoon kapot valt. Ondertussen worden in de duinen langs de Scheveningse boulevard twee sculpturen van 4,5 meter hoog geplaatst. Het is kenmerkend voor het werk van de Spaanse beeldende kunstenaar. Nou, heel bekend van zijn oeuvre zijn die hele monumentale koppen. Portretten van meisjes met gesloten ogen, die hij in een heel opvallend, een heel karakteristiek perspectief heeft neergezet. Waardoor je het idee hebt dat het driedimensionale beelden zijn. Het zijn het ook natuurlijk, maar er zit een enorme merkwaardige vertekening in die heel erg fascineert en die heel erg het contemplatieve karakter van die beelden eigenlijk benadrukt. En dan nu de mooiste weerfoto's van de afgelopen week. En de winnende weerfoto is gemaakt door Arie-Jan Lam. Hij krijgt deze mooie foto op canvas thuisgestuurd. Wilt u ook een keer winnen? Stuur uw foto dan op naar weer@omroepwest.nl. Scheveningen heeft donderdag wel iets weg van het decor van die oude televisieserie uit de jaren 70, de Onedin Line. Tientallen, vaak monumentale zeeschepen lopen de haven binnen voor sail op Scheveningen. Na de Volvo Ocean Race van vorig jaar, dus weer een zeilspektakel in de Scheveningse haven. Ja, mega trots. Ze komen hier natuurlijk 24 schepen uit 10 verschillende landen. Ja, het is hier gewoon één groot openluchtmuseum van prachtige traditionele tallships. Ja, en dat trekt 60.000 bezoekers per dag, verwachten we. Ja, en die gaan ook allemaal eurotjes uitgeven in de lokale economie. En daar word ik als wethouder economie natuurlijk erg blij van. Het kost een paar centen, maar het levert dan ook iets op voor Den Haag. Alle lichtplekken in de haven zijn nu bezet door de schepen die van over de hele wereld komen.
Zeel betekent voor de havenmeester dan ook een puzzel waar lang over is nagedacht. We zijn hier al een jaar mee bezig. Een hoop geregeld en nu, met name nu dat er alles binnenkomt. Als het licht, dan wordt het weer wat rustiger. Maar ook in de voorbereiding zijn we natuurlijk heel druk geweest hiermee. Wat wordt het mooiste moment van deze dagen? Als iedereen veilig binnen is, het mooiste moment is denk ik de kroegraad. Vrijdagmiddag, dat ze hier de bemanning hier over de kade gaat een parade houdt. En ja, toch ook wel weer de uittocht, want de voorspellingen zijn voor zondag oostenwind. Schepen moeten allemaal naar het noorden. Dus dat wordt een fantastisch plaatje dat ze hier straks langs de kust vertrekken onder zeil. De massaal toegestroomde liefhebbers schieten vele foto's, bewegende beelden en natuurlijk ook selfies. Sommigen waren er al vroeg bij om het beste plekje te bemachtigen. We waren hier om 9 uur. Heerlijk vroeg, dus een goed plekje en leuk. Hoeveel foto's heeft u al gemaakt? Ik denk zo'n 35. 35, we worden er nog wel meer. Het is eigenlijk vogelfotografie, maar dit is gewoon dit is weer extra. Dus dat doen we er even bij. Okay. Het is een beetje alsof je teruggaat in de tijd, alsof er een museum voorbij vaart, hè? Dat klopt, ja, perfect. En goed, het gebeurt niet vaak, dus dan moet ik er ook bij zijn ook. Dit was het TV West Weekoverzicht. Heel graag tot volgende week.